Bij de haard zit net als vorige week Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep. Pim, goedemorgen. Goedemorgen. Voor hoeveel bedrijven mag je nu ongeveer de boekhouding met jouw team verzorgen? Wij verzorgen voor meer dan 1000 bedrijven de complete boekhouding. Dat betekent administratie, de belastingaangifte, de BTW, de jaarrekening, de IB en de VPB-aangifte. Als het BV's betreft. Vorige week waarschuwde je ons voor een eventuele tweede coronagolf. En zei je ook dat het verstandig is om je als MKB-ondernemer te wapenen. Om ervoor te zorgen dat je niet straks kopje ondergaat. In dit kader noemde je de beschermende vennootschap. Dat is een inventie en creatie van jouw bedrijf. Hè? Ja, ik gaf vorige week aan dat we moeten verwachten dat we in het najaar weer een lockdown-achtige situatie gaan krijgen. En ik zeg in feite, ondernemers, bereid je daarop voor. Bereid je voor op een tweede lockdown-situatie. Dat betekent dat wanneer je nu in de eenmanszaak zit, dat je die zou moeten omzetten naar een BV. Maar het enkel hebben van een BV is niet voldoende. Dus dat is heel belangrijk. En daarom zeggen we ook van als je nou echte bescherming wil van je privé-situatie, optimale bescherming, dan zou je dus in feite van die BV een echte beschermende vennootschap moeten maken door het invullen van de schijf van 5. Die hebben we ontwikkeld. Dat zijn 5 punten die je dus in feite langs moet lopen. En als je die dus voor jezelf goed hebt ingevuld, dan ben je dus wel optimaal beschermd met die BV. Ja, precies. En een van die punten is dus het oprichten van een BV. Dus dat je van de eenmanszaak of van een andere IB-onderneming verschuift naar de BV in feite. En ja. Ik wijs even naar je boek, want ik hoorde van veel mensen dat ze dit inmiddels hebben gelezen. En ik heb het zelf ook gelezen. En ik wil je complimenteren voor je heldere schrijfwijze. Want je schrijft absoluut geen ambtenarentaal. En dit is begrijpelijk voor iedereen, denk ik. En wat ik vooral een compliment waard vind, dat is dat in hoofdstuk 2, ik sla het even open, dat je daar eigenlijk al tot de kern van de zaak komt. Ja, dit boek is overigens dit jaar 50.000 keer aangevraagd. Zo. Via onze website. Maar inderdaad, zoals je al aangaf, er zijn 5 punten. En het eerste punt is eigenlijk de notariële werkzaamheden. Hè? Zorg dat je een goede structuur hebt, een goede holdingstructuur, waarbij je dus duidelijk je vermogen afschermt van de risico's in de werkmaatschappij. En dat je ook zorgt voor bijvoorbeeld een verlengd boekjaar. Dat is 1. En de tweede stap, dat is eigenlijk juridisch, fiscaal-juridisch. Zorg dat je de juiste akte hebt, de juiste overeenkomsten. We hebben er bij VEB ook een heel pakket voor gemaakt. Dat ga ik volgende week bespreken hier. En dan heb je het dus over dingen als de aandeelhoudersovereenkomst. Ja. En eventueel ook vrijstelling. Arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst. Vrijstelling vragen van DGA-salaris als dat nodig is. Al dat soort zaken, zorg dat je dat goed regelt. Derde punt is je administratie. Zorg dat je een goede administratie hebt, dat je die goed hebt bijgewerkt. Dat je tijdig je belastingaangifte indient. De vierde stap is eigenlijk, zorg dat je de juiste verzekeringen afsluit. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is heel belangrijk. En de laatste stap is eigenlijk, dat is bankair. En dat heeft ook met risico's te maken. Heb je meer dan 100.000 euro vermogen, dan doe je er verstandig aan dat uit te smeren over meerdere banken. Ja. Want dan maak je optimaal gebruik van het depositogarantiestelsel. Precies. En dat zijn eigenlijk de 5 punten die je voor jezelf gewoon moet invullen om van die BV een echte beschermende vennootschap te maken. Ja, want een beschermende vennootschap, zeg ik nog een keer tegen de kijker, zoals Pim die hier voorstelt, is dus een BV plus extra waarborgen, waardoor je jezelf dus beter beschermt. Ja, want een normale BV, die richt je op dan bij de notaris. Maar wij zeggen bij VRB, het oprichten van een BV is meer dan een stap naar de notaris alleen. Ja. Het is een kale kerstboom die je moet optuigen. Het begint eigenlijk allemaal bij het zorgen dat je de juiste informatie tot je neemt. Vaak zie je ook dat mensen eerst het boek aanvragen, vervolgens het webinar bijwonen of volgen. En als derde dan een kosteloos videogesprek aanvragen met een MKB-adviseur bij ons. Ja. Dat is in feite de opbouw. Nou, helder Pim. Ik wil je hartelijk danken. En volgende week dan ben je hier weer te gast en dan praten we verder met elkaar. Ja, u hoort het. Pim van Rijswijk die heeft ons weer heel veel verteld over hoe je je als ondernemer kunt beschermen. Een van de onderdelen daarvan is natuurlijk dit boek dat ik inmiddels dus zelf heb gelezen. Wilt u meer informatie? Ga dan naar onze website. Die staat nu onder in beeld. En dan komt u via onze website eenvoudig bij Pim van Rijswijk en zijn mensen terecht. Dankjewel Pim. Graag gedaan.